Ander is dat door die enorme expansie van het financieel systeem, dat gepaard is gegaan met wat ik noem een asymmetrisch beleid van centrale banken. Die hebben hun instrument, dat is de rente, veel minder gebruikt om hem te verhogen, om de groei van de financiële sector af te remmen, en veel meer gebruikt om hem te verlagen. Daardoor hebben we een voortdurend dalende rente gehad, met name de laatste 30 jaar. Ja. Aan de ene kant door de opkomst van China, wat een enorme druk op lonen wereldwijd heeft gegeven. Aan de andere kant doordat die centrale banken eigenlijk dat asymmetrische beleid voerden. En dat asymmetrische beleid is zo ver doorgezet, is dat we nu op een negatieve rente zitten. En dat je kunt niet voortdurend doorgaan met rentes verder verlagen. Er komt een eind aan. En ja, op het moment dat daar een eind aan komt, dan is het systeem zoals het gewerkt heeft de laatste 30 jaar in het bijzonder, functioneert niet meer. Misschien ook even zeggen wat ik denk dat er gaat gebeuren, en we teruggrijpen op de wet van Doornbos. Ik denk inderdaad dat het huidige systeem onhoudbaar is. Dus de eerste element, dat is aanwezig. Het tweede element is volgens mij ook heel duidelijk aanwezig. Dit kan langer doorgaan dan je verwacht. Wat ik denk dat gaat gebeuren, is eigenlijk ook al een beetje aangegeven door Sander en Erik, is dat centrale banken doorgaan, zo lang mogelijk door zullen gaan, op dat pad van proberen het systeem draaiende te houden. Meer geld in het systeem pompen, rente. Daar hebben we ook een plaatje van. Zover mogelijk omlaag. Maar ik denk dat erbij gaat komen dat nu ook overheden grotere tekorten gaan hebben om de economie draaiende te houden. Dat is wat ik op de wat kortere, middellange termijn zie gebeuren. En dat kan nog best even duren. Ze hebben geen enkele belang erbij om naar een fundamentele oplossing te zoeken. Omdat die oplossing zal gepaard gaan met pijn, met werkloosheid, met een crisis. En die zullen ze zo lang mogelijk uitstellen. Dus alleen als de wal het schip gaat keren, zullen ze zelf met plannen komen. Of als burgers. Ik wilde even naar het plaatje wat hierover gaat. Duidelijk, het standpunt is heel erg duidelijk. Hoe dan ook hoor ik ook mensen zeggen, als ik wil nog wat met Trump hebben gezegd, als theoretisch zou hij de goudstandaard kunnen invoeren, dat zou, dat ligt wel in zijn stijl, dan zou hij wel de knuppel in het hoenderhoek gooien, dan zou de hele wereld op zijn kop staan en het effect daarvan zou zijn een enorme vermogensherverdeling eigenlijk. Ja, en er zitten allerlei andere technische haken en ogen aan, maar de overgang zou gepaard gaan met grote turbulentie, vermoedelijk. En daarom denk ik, wat is zijn belang om dat te doen? Ja, hij wil herverkozen worden, heeft geen enkel belang erbij om op dit moment een systeemcrisis uit te lokken, want niemand weet wat er daarna komt. Ja. Zijn korte termijn belang is gewoon de Amerikaanse economie nu laten groeien, beurzen omhoog laten. Volgens mij kijkt Trump alleen maar naar de aandelenbeurs. Het zou mij zeer verrassen en ik zie het absoluut niet gebeuren. Okay. Ja, wat betekent het voor de mensen? Veel deflatie hoor ik. Nou ja, Sander zei het eigenlijk ook al. Het betekent in eerste instantie heel veel onzekerheid over de vraag van wanneer komt dit systeem tot een einde. Ja. Ik gebruik bewust het woord komt tot een einde en niet imploderen of grote crisis. Want het is ook nog mogelijk dat op een gegeven moment burgers, de overheden ervan overtuigen dat er echt wat moet gebeuren. En dat men dan misschien zegt van voer maar een gouden standaard in. En hoe hoog ook de kosten zijn, die zijn we bereid te accepteren. Want we begrijpen dat als we dat niet doen, dat nog erger wordt. Dus heel veel onzekerheid over wanneer en hoe dit gaat eindigen. Want er zijn verschillende scenario's denkbaar. Maar ik denk dat het nu al betekent, zeg maar die slotfase van het systeem, dat zien mensen die in hun pensioenen. Ja. In Nederland, ik heb het even over Nederlandse burgers, wat Nederlandse burgers betekent, is dat ze in veel gevallen geconfronteerd zullen worden met
dat gebeurt al, het bevriezen van hun pensioenen, dat niet meer de koopkracht ervan garanderen. Kortingen op hun pensioenen staan voor de deur. Dus er zijn reële mogelijkheden dat dat gaat gebeuren. Het is heel simpel, bij het huidige renteniveau, de fase waar we nu al zitten, is het niet mogelijk via de bestaande pensioenfondsen, de bestaande regels, een pensioen op te bouwen dat mensen verwachten, namelijk een er is al een heleboel afgehaald. Hè. Het is nog niet zo lang geleden dat mensen dachten dat ze 70% van hun laatst verdiende loon in reële termen, dat is gecorrigeerd voor koopkracht, nou, daar zijn we al heel ver van weg. Maar wat mensen nu nog kunnen verwachten, wat ze nu verwachten, 70% van hun gemiddelde loon, dat is tegen de huidige premies en de huidige rente niet haalbaar. En dat, dat is wat mensen er nu al van merken. Wat mensen ervan merken die, die aan het begin van hun carrière staan, is, en we hebben volgens mij in een vorig deel al over gehad, is dat degenen die vermogen hebben, of nou in een huis zitten of in iets anders, die zijn er relatief ten opzichte van degenen die geen vermogen hebben dat we moeten opbouwen, enorm op vooruit gegaan. Dus als je gewoon terugkijkt, dan zijn de lonen, de inkomens, die zijn in dit systeem steeds minder hard gaan groeien. En de vermogens, de vermogenstitels, Erik zei dat zo net al, die zijn veel sneller gaan stijgen. Dus de hoeveelheid inkomen die je hebt om een gegeven huis van gegeven kwaliteit te kopen, is veel minder toereikend geworden dan het in het verleden was. Dus je ziet een toenemende ongelijkheid tussen bezitters en niet-bezitters, mensen die aan het begin staan en mensen die al vermogen hebben kunnen opbouwen. En die om wat voor reden bijvoorbeeld gekozen hebben om een huis te kopen en niet om het te huren 20 jaar geleden. Daar zit een toenemende tweedeling in die zin in de, in de samenleving en die wordt alleen maar erger in dit systeem. Ja. Dus dat is het ene wat we merken. Het tweede dat we denk ik merken is dat de overheid steeds meer financiële repressie nodig heeft om het systeem draaiende te houden. We verwezen eerder naar pensioenfondsen en verzekeraars die gedwongen moeten beleggen in overheidsobligaties, of gedwongen afnemen van die overheidsobligaties. Dat wil ik eigenlijk als burger helemaal niet, dat denk ik, waarom, dat is niet goed. Banken moeten ook overheidsobligaties aanhouden vanuit toezichtsregels. En dat is die repressie die is toegenomen, die zal vermoedelijk verder toenemen. En dan merk je dus als burger dat je het heft niet in eigen handen kunt nemen als je zegt, ik moet hier wat aan doen. Als jij zegt, ik ben pensioenspaarder bij het ABP, ik ben hoogleraar en ik wil eigenlijk, dat geld wat daarin zit, dat is mijn geld, maar ik beslis er niet over. Ja. En de pensioenfonds mag eigenlijk ook niet daarover beslissen. Dus ik zit aan alle kanten. Je moet me afwachten. Zit ik klem. En dat zal verder, die repressie zal verder toenemen. Naarmate het systeem verder zal gaan kraken en piepen. Dan wat een volgende ding, wat kan gebeuren. Maar dat is afhankelijk van hoe burgers erop op deze dingen gaan reageren. Is dat burgers doorkrijgen dat ze klem zitten en dat het systeem op de klippen gaat lopen, vroeger of later. En tegen hun politici gaan zeggen, doe er wat aan. Maar ik hoor dat geluid zo weinig in de media. Dat is er weinig, omdat heel ironisch vind ik, in Nederland, en dat is breder zo, is de conclusie eigenlijk dat wat er in het systeem fout is juist dat er te veel aan de markt is overgelaten en dat de overheid te weinig doet. Terwijl, wat wij hier vanochtend betogen, in ieder geval wat ik vind, is dat juist de overheid steeds meer aan het ingrijpen is. En met name in het financiële. Maar ook op de goede manier aan het ingrijpen is natuurlijk de vraag. Nee, juist niet, want de financiële repressie uitvoert. En
Er is in Nederland op dit moment inderdaad, als je er politiek naar kijkt, zijn er geen partijen van enige omvang die het probleem op de manier benaderen zoals wij het nu net aan de orde stelden. We hebben te maken met een onhoudbaar financieel systeem. Wat moeten we doen om ervoor te zorgen dat we op een ordelijke manier, zo ordelijk mogelijke manier, uit dit systeem naar een nieuw systeem gaan. En zolang die politieke steun er niet is, zal dit op deze manier doorgaan. En dan zit je in een heel onzekere situatie. Ook heel moeilijk om voor de toekomst te plannen, vooruit te kijken. Dat is niet alleen pensioen, het is veel breder. Als ondernemer weet je ook niet wat precies goed is. We zien de financiële repressie, of de bredere repressie, zien we ook al even genoemd klimaatbeleid, waar ook mevrouw Lagarde heeft gezegd dat zij vindt dat de ECB groener moet worden. Er zijn al mensen die roepen, laat de ECB nou in het vervolg financiële obligaties opkopen die vooral de vergroening financieren. We zitten aan de tijd. Ik kan nog doorgaan, maar we hebben heel veel onzekerheid en relatief. Je moet heel goed nadenken over hoe je zelf, als je deze analyse deelt, hoe je jezelf nog zo goed mogelijk je tegen kunt beschermen. We moeten dus naar de politiek. Nou, wat ik zou denken, en nogmaals, het hangt er heel erg van af in hoeverre mensen hiervan overtuigd zijn. Maar als we in Nederland echt heel veel mensen zouden zeggen, ja, dit is toch wel een zorg voor ons, dan deed mij denken aan wat in de jaren 30 in Nederland is gebeurd. Toen is op een gegeven moment opgericht de Vereniging voor Waardevast Geld. En ik zit te denken, zou het niet goed zijn dat als het blijkt dat voor dit soort ideeën heel veel draagvlak is, dat mensen zich wel oprecht zorgen maken en we zien de bestaande politiek het nog niet oppakken, dat we weer zo'n vereniging oprichten voor gezond geld, voor integer geld, voor het creëren van een nieuw financieel systeem en dat we massa gaan creëren om dat dan ook onder de aandacht via de normale democratische weg van de Nederlandse politiek te brengen. En op het moment dat politici zien dat daar heel veel steun voor is, dan gaan ze reageren. Want dan is het ook hun belang om er aandacht aan te besteden. Dus dat is in aanvulling op Sander's punt zelf nadenken, maar dan zelf nadenken en dan ook een van de dingen die je kunt doen is met elkaar daarover praten en met elkaar constructief nadenken hoe je uit deze val raakt.